Welkom aan Geert ten Dam, de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Welkom ook alle UvA'ers die ons volgen, want het is een beetje gewoonte geworden. We zijn weer bijeen om te praten over hoe het gaat met de universiteit in de coronacrisis. Er gebeurt inmiddels ontzettend veel op andere vlakken in het land en wereldwijd. Daar gaan we het nu toch even niet over hebben, want dit is ook de week, Geert, waarin het college van bestuur heeft besloten hoe verder te gaan en hoe stap voor stap weer te beginnen met onderwijs en onderzoek vanaf deze zomer. Was dat een ingewikkelde puzzel voor jullie om te leggen, Geert? Nou, wat niet ingewikkeld was, was de enorme wens om weer op te starten en om alle gaten en kieren te gebruiken. Wat natuurlijk een helve job was, is kijken hoe dat dan moet. En waar de randvoorwaarden zitten en hoe we dat zorgvuldig doen. En tegelijkertijd, onze studenten, medewerkers, straks de eerstejaars, weer volop bedienen. Maar de logistiek, dat is vaak wat aan de achterkant zit. Hè. Aan de voorkant zit het belang van elkaar weer te zien en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Elkaar ook weer te treffen in vergaderingen. En de achterkant afregelen was gewoon een logistieke puzzel van je welste. Ja, maar zijn jullie daar voor je gevoel wel uitgekomen of blijft dat altijd een beetje onbevredigend gevoel geven waar heel veel losse eindjes in zitten? Hoe werkt dat? In de logistieke puzzel zijn wij uitgekomen. In de zin wat we als richtlijnen, als criteria, ook binnen de verschillende fases van tijd, kunnen we mogelijk direct nog wat over zeggen. Daar zijn we uitgekomen. We geven dat mee aan de directeur bedrijfsvoering aan de campussen. Want vervolgens moet de puzzel ook binnen de campussen gelegd worden. Want als het gaat om de 1,5 meter afstand en de waarborgen omtrent veiligheid en gezondheid van medewerkers en studenten, is het ene gebouw het ander niet. Dus wat we gedaan hebben, is de capaciteit per gebouw doorgerekend. Algemene richtlijnen gemaakt. Hoe gaan we om met de OV-sloten? Hoe kunnen we daar buiten om? Medewerkers willen natuurlijk ook weer naar de gebouwen toe om veel rekenen. En vervolgens moet die set nader ingekleurd worden, om het zo te noemen, door de faculteiten, eenheden en diensten zelf. Ja. Dus het is een gelaagd proces. Ja, ik heb het vandaag voor het eerst gezien. Er hoort een protocol bij. Daar wordt op de UvA-site natuurlijk veel over gecommuniceerd straks nog. En er wordt ook een plan bij. Het is mij in ieder geval inderdaad heel duidelijk dat jullie bij de faculteiten en de diensten zeg maar beleggen om het verder goed in te vullen en het veilig te maken. Mij viel op dat jullie ook nog wel even herhalen wat eigenlijk al bekend was. Namelijk vanaf 15 juni is er ruimte voor kleinschalig onderwijs en onderzoek. Het thuiswerken voor medewerkers blijft in principe de norm. Er zit een maar bij. Maar ook, er komen, daar ook daar gaan we meer ruimte voor creëren. Ja. Want thuiswerken blijft wel de norm, thuiswerken. Maar ook voor medewerkers geldt natuurlijk. Nou, denk maar aan docententeams om stukken voor volgend jaar voor te bereiden. Of kleine noodzakelijke vergaderingen. Dat betekent dat. En dat komt ook in het ons opstartprotocol staat dat er dus ook weer gelegenheid wordt geboden om kleinschalig, weet je, daar blijft, kunnen we niks aan doen, vergaderruimte te reserveren. En wij kunnen pak een beetje 20% van onze gebouwencapaciteit mogen we gebruiken voor onderwijs binnen die sloten. Maar dat betekent dat ook medewerkers weer naar de campus kunnen komen als dat nodig is voor hun werk. Ja, nou, voor de helderheid en voor het begrip van ons grote publiek ga ik het toch even stap voor stap met je doornemen als jij het goed vindt. Bij sommige dingen hoeven we niet heel lang stil te staan. Wat je net al zei, vanaf 15 juni kunnen een beperkt aantal ruimtes worden gereserveerd. Waar moeten we dan aan denken? Waar zou je die ruimtes dan voor kunnen gebruiken? Ruimte gebruiken voor een curriculumonderdeel voor volgend jaar. Ruimte gebruiken voor een introductieactiviteit. Ruimte gebruiken om met elkaar, weet je wat te bespreken. Wat nodig is voor het komend studiejaar.
Ja, en dat wordt dan per faculteit of per dienst of per opleiding misschien wel geregeld. Welke ruimte dat dan is en hoe je daar gebruik van kunt maken. Ja, omdat juist op, laten we even de faculteiten, maar voor diensten geldt het ook, hoor, omdat natuurlijk per gebouw uiteindelijk integraal de afweging gemaakt moet worden, gebruiken we niet meer dan de capaciteit die we nu vanuit gezondheidsredenen mogen gebruiken. Kijk, als wij overal zouden zeggen, het is 20% van al onze docenten, maar ze zitten allemaal in de ene faculteit en niet in de ander, dan knalt het ene gebouw uit elkaar en het andere kun kanon afsteken. Dus ja, uiteindelijk moet je zo'n algehele regel als 20% doorvertalen naar de gebouwen. Ja. En dan geeft het ene gebouw soms ook, en dat geeft het protocol ook aan, als je verschillende ingangen hebt, in plaats van één flessenhals, al dan niet. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk gebouwspecifieke invullingen die het ene gebouw meer ruimte geven dan het andere. Ja, dan 1 juli. Dat vond ik wel opmerkelijk, want daar staat, voor zover ik het nu kon zien, dat dan alle gebouwen weer open gaan. Ja. Ja. Daar zitten er ongetwijfeld ook heel veel mitsen en maren bij. Want je kunt niet zeggen, alle gebouwen zijn open. En komt allen tot de UvA. Want dan krijg je, waar jij het eerder wel eens over had, een soort stormloop op de gebouwen. Dus wat bedoelen jullie met vanaf 1 juli alle gebouwen weer open? Nou, daar bedoelen wij letterlijk mee. Vanaf 1 juli alle gebouwen weer open. Ja. We hebben nu een beperkt aantal gebouwen opengelaten. Voor belang voor medewerkers en voor kwetsbare studenten. Of zonder wifi of wat dan ook. Mm-hmm. Maar ook een gebouw als, nou, bijvoorbeeld het Maagdenhuis. Waar toch een groot deel van de staf zit. Dat is maanden gesloten geweest. Ook dat zetten we 1 juli weer open. En ook daarvoor gelden bij dat gebouw. Wordt een protocol ingericht wie wanneer tegelijk aanwezig kan zijn. Ja. Dus letterlijk al dan alle gebouwen. Dus ook voor studenten om daar hun studieplekken op te zoeken, zeg jij? Ja, maar binnen de grenzen dat wij maar 20% van elk gebouw kunnen gebruiken, grosso modo. Ja. Dus dat betekent dat ook de studiezalen nu zijn ingericht op 1,5 meter afstand. Ja. Maar daar kunnen de studieplekken inderdaad ook weer gereserveerd worden. En meer dan nu alleen in uiterste noodzaak. Maar de baseline blijft, als je thuis kan blijven voor een aantal dagen of wat dan ook, doe dat. Want anders kunnen we het niet handelen. Ja. Dus vroeg komen en je boterhammetjes mee. Want als je naar buiten gaat om te lunchen, ben je plek kwijt. Heeft ons nou ja, we werken nu ook. Kijk, nu we hem weer structureler natuurlijk gaan inregelen. Je weet ook niet hoe lang we hiermee blijven zitten. Komt er ook een bij deze situatie passend aanmeldsysteem. Want het is natuurlijk knaprottig als je uit welke hoek van het land of in Amsterdam komt en je staat daar met je pakje boterhammen, wat jij zegt, ja, en de beveiliger zegt, sorry, het is vol. Nou, dan baal je natuurlijk als een stekker. Dus er komt ook een aanmeldsysteem. Dat is eigenlijk, ja, en dan geldt vol is vol. Ja, weet je, daar kunnen wij niets aan doen. Nee, daar heb je gewoon met de beperkte capaciteit te maken, ja, zoals je zei. Dit is zeg maar even tot in de zomer. Dan is er ook nog, er zijn er een paar maatregelen, ik noem het maar even na de zomer, in het nieuwe, of vooruitlopend op het nieuwe collegejaar. Vanaf 24 augustus zag ik, gaan jullie enkele ruimtes beschikbaar stellen voor activiteiten rond de introductie. Dat roept dan meteen de vraag op, waar zou dat om kunnen gaan? En lukt dat niet helemaal online? Is dat de reden? Ja, de reden is natuurlijk bovenal dat alleen een online introductie studenten veel te weinig gelegenheid geeft om een start te maken, om je te wortelen binnen de UvA en je medestudenten. Dus wat wij fysiek, offline, on-campus kunnen doen, en de club die daar nu mee bezig is, is ook aan denken aan fietstochten, parken gebruiken, maar dus ook mondjesmaat de UvA. Zodat je ook, nou ja, weet je, met elkaar een activiteit kan hebben, kan lunchen, binnen de randvoorwaarden. Heel erg belangrijk. Je vervangt, hoe hard en creatief ze nu ook bezig zijn, je vervangt natuurlijk een introductie niet online. Gaat niet. Nee.
Nee, we gaan denk ik voor het eerst zo'n gekke introductie meemaken. Het is voor iedereen spannend, denk ik. Maar we hopen dat het ook voor het laatst is, Alton. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Nog eind die maand gaat de UvA de openingstijden verruimen. Zowel door de week als in het weekend. In het weekend begrijp ik alleen voor de onderzoeken. Namelijk openstelling van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's middags. En door de week van 7:30 tot 10 uur 's avonds. Daarmee loop je eigenlijk vooruit op dat het OV en de overheid toestaan dat die tijdslots worden losgelaten. Want als die nog gelden, dan mag dit natuurlijk weer niet. Nou ja en nee, je mag hem niet voor onderwijsactiviteiten gebruiken als de tijdslot niet losgelaten zouden worden. Voor onderzoek gelden die tijdslots niet, voor medewerkers gelden die tijdslots niet. En voor onderwijs, ik gaf het de vorige keer aan, wij zijn niet content over die slots. We vinden ook dat de rationaliteit daarvan ontbreekt. En niet iedereen komt met het openbaar vervoer. Je moet er toch niet aan denken dat om tussen 10 en 11 alle HVA, VU en UvA studenten allemaal tegelijk het Amstelstation uitrennen. Dus in die zin is het ook gewoon niet verstandig. Nee. Dus wat wij doen is heel strak. En heel coöperatief hoor, in gesprek nu met de gemeente, met de vervoersregio, met de veiligheidsregio, om te kijken hoe je die blokken zou kunnen voorkomen en meer dakpansgewijs zou kunnen werken met inachtneming van die 20%. Nou, dat ziet er goed uit. Ik zie ook landelijk dat er toch echt druk op gevoerd wordt tot en met, nou, er was een mooie bijdrage van alle rectoren, unaniem in Science Guide. Ja. Er is een denktank van de Sociaal-Economische Raad, daar staat hetzelfde in. Let op, openbaar vervoer, onderwijs kan niet zomaar online. Dus het signaal komt nu van verschillende kanten. Maar it's never over until the fat lady sings. Dus ja. Het is echt belangrijk daarop te blijven drukken. Ja, als jij het hebt over dakpansgewijs, neem ik aan dat je bedoelt dat je per instelling een iets andere tijdszone of tijdstip gebruikt. Daar moet je ook al voor verruimen, neem ik aan. Ben je dan voortdurend ook met HVA en de VU bijvoorbeeld in gesprek daarover? Maar we pakken hem nu anders aan. Jan Linssen bij ons zit midden in dat overleg. En er is eigenlijk door de drie instellingen aangegeven dat je het niet zozeer tussen de instellingen zou moeten ordenen. Mm-hmm. Ook met het oog natuurlijk op onze gebouwenproblematiek zelf. Maar dat je het beter intern kan regelen. Dus, al onze colleges en werkgroepen hoeven niet allemaal om 9 uur te beginnen. Mm-hmm. Want dan heb je de flessenhals bij de liften, bij de trappen, bij de ingangen enzovoort. Dus je kan ook veel gedifferentieerder denken per campus, per gebouw, clubje om 8:30, clubje om 9:00, clubje om 9:30, clubje om 10:00. Dan spreid je in ieder geval de vervoersbewegingen naar en in onze panden. Dat is makkelijker en zet ook meer zoden aan de dijk dan de tijden verdelen tussen de instellingen. Want dan los je het campusprobleem niet op. Ja, dat betekent wel voor de roostermakers onder andere behoorlijk wat overuren, denk ik, om die puzzel weer te maken. Ja, die logistieke puzzel is zowel op centraal niveau als ook in de faculteit is gigantisch. Ja. Je zegt het net zelf al, er is wel teleurstelling over de ruimte die nu wordt geboden. Je praat daar voortdurend over. Ik begrijp dat jullie over een paar aspecten zorgen maken over de eerstejaars, hè, die dan nieuw aan de UvA komen, over de directe contact tussen mensen, daar hebben we het al vaker met z'n tweeën over gehad, maar ook over de voortgang van het onderzoek. Als jij, en nu maak ik de vraag een beetje persoonlijk misschien, maar toch, als jij dat zo bekijkt en je denkt echt, nou, maar dit wil ik niet over mijn hart verkrijgen, waarom overweeg je niet om een beetje academische ongehoorzaamheid toe te passen en te zeggen, we gaan dit gewoon doen, want het is anders niet te doen, Geert? Ja. Dan raak je bij mij altijd wel een gevoelige snaar. Want ik voel helemaal omhoog komen dat ik denk, ja. En dat komt niet zozeer omdat we teleurgesteld zijn. Weet je, je kan in zo'n virus teleurgesteld zijn. Maar ja, dat heeft geen nut. Ziet niet op, nee.
Maar ik ben teleurgesteld, en met mij velen, voor het ontbreken van een rationaliteit daaronder. Nou, gaf ik net aan. Wij gaan de randen opzoeken, maar prioriteit is en blijft dat je gewoon binnen de RIVM-richtlijnen en de gezondheid, want er mag je maar één ding niet gebeuren, is en dat wij zouden bijdragen aan een grotere verspreiding van het virus. Weet je, dat kan je uit zorg voor medewerkers en studenten niet doen. Maar wij zullen niet aflaten om er flink druk op te zetten, omdat we vinden dat het kan en dat het nodig is. Nou, dat is een heel helder signaal. De puzzel zal wel nog niet helemaal gelegd zijn in de komende weken en de komende dagen. Ben je daar ongetwijfeld met jouw team nog heel erg druk mee. Voor nu heel veel dank voor je informatieve bijdrage, want er is toch nog wel veel veranderd. Er komen veel veranderingen aan. Nogmaals, alles kan ook nog op de UvA-site en op folia.nl worden nagelezen. Vooral de protocollen en de onderliggende plannen zijn op de UvA-site goed na te kijken, zodat ook faculteiten en diensten daar hun eigen dingen kunnen vinden, denk ik, Geert. Mag ik er nog één ding aan toevoegen, Altan? Kijk, de kunst bestaat eruit, want het grote werk moet nu niet zozeer door ons als wel door faculteiten en diensten gebruikt worden. Alle opleidingen zijn natuurlijk heel hard bezig om na te denken over hun onderwijs. En de kunst bestaat eruit om over opleidingen of specifieke werkgroepen en modules heen te bedenken. Wat vinden wij nou de cruciale bouwstenen? En dat is heel ingewikkeld en vraagt ook vanuit het perspectief van studenten onderling om een enorme solidariteit. Nou, ik hoop dat we dat met elkaar kunnen opbrengen. Nou, die oproep is ook helder en gedaan. Dank nogmaals, Geert, voor je tijd. Sterkte met alle nieuwe dingen die weer op je afkomen. En we zien elkaar snel weer. Zeker. Dank je, Altan. Hai. Dag.